Juist, kijk. Rustig zitten in het midden. Ja, nee, dat is in orde hoor. Nou, zit hij toch nog vast, maar het ligt niet aan jou. De pionier, die dus het grootste wrak is in de wrakkenbij, is op Curaçao gebouwd. Het is een driemast schoener. Het was dus een zeilboot. Het had geen motor. En het is te water gelaten in 1920. En het is waarschijnlijk het grootste schip wat ooit op Curaçao gebouwd is. Zeker van hout. Het schip heeft jarenlang dienst gedaan om vracht te varen tussen Curaçao en overige delen van het Caribisch gebied. Maar één keer is het schip helemaal naar Europa gevaren en weer terug. En het is waarschijnlijk rond de tijd van de Tweede Wereldoorlog stilgelegd. En toen het schip te slecht werd om nog te behouden, heeft men het in de hoek van het schotgat, je zou kunnen zeggen, laten zinken. Of misschien voor anker gelegd en langzamerhand is het toen vergaan. Nou, de dames die zitten al paraat. We komen langs de achtersteven aan. Oeps, ja. Oké. Nou, dan is het misschien wel aardig om te zien hoeveel olie hier in het water zit. Hier is gewoon verschrikkelijk veel olie. Dat komt vooral dat er op sommige plaatsen ik met de peddel de bodem raak. En als ik even de bodem opwoel, dan komt de olie eruit. We staan hier op het achterdek van de Pionier. Dat is nog maar net zichtbaar, want er is heel veel kapot gegaan. En het meest rare object wat je hier ziet is deze enorme koker, waaruit een ronde paal steekt. En op de ronde paal zit een stuk gietijzer, wat ik de stuurmachine noem. Want die paal is niks anders dan de roerkoning. Dus de as waarom het roer draait. De stuurmachine zat dus vast aan deze as. En daar zie je de spaken van het oude stuurwiel. Eigenlijk heel bijzonder dat dat er nog is. Maar het is door het kapotgaan van het dek opzij gevallen. En ligt nu bijna overboord. Hier zien we op het achterdek de overloop van de grootschoot van het grootzeil. Eigenlijk is dit een heel goed bewijs dat dit een zeilschip was. Want op een motorschip zal je dit niet gauw aantreffen. Achter het schip zie je in het water de spanten van andere wrakken. Ze zijn wel van hout. Het kunnen dus zeilschepen zijn, maar het kunnen ook lichters zijn. Er liggen hier tenminste twee door elkaar heen. Ja, ik zit hier op de zijkant, die hier mooi rechtop staat, maar naar die kant toe al naar binnen gevallen is. En verderop is hij naar buiten gevallen. Maar het is duidelijk dat van de boot alleen nog maar gebroken stukken over zijn. Goed, dan gaan we er een eindje omheen roeien. Zo op het eerste oog lijkt het gewoon een stapel hout en verder niks. Maar het was ooit eens een compleet schip. Inmiddels varen we boven het wrak. Tussen de spanten door. Overal komt olie uit.
en dan zijn we bij de dijk. Maar het bijzondere is dat dus de boeg van het schip onder de dijk ligt. De dijk is er overheen gestort. Het zal niet veel verder lopen dan de breedte van de dijk. Nu begrijp ik ook waarom ik de eerste keer er gewoon overheen gelopen ben. En toen was het zo laag. Ja, het water was zo laag. En toen ik de vorige keer met bootje ging, toen kon je daar niet meer lopen. Zo, toen stond dit onder water. Ja. Dit is ook beter. Oké. Nou, geweldig. In het gras gaat het prima. We zijn hier aan de Manzalinha-baai in het Schottengat. Op een plek waar bijna niemand komt, omdat het zo uit de weg is. Hier worden traditioneel schepen uit het water gehaald en opgeknapt. Maar die tijd is een beetje voorbij aan het gaan. De tijd van de zeilschepen is helemaal voorbij. En zelfs de tijd van de motorvissersboten begint langzamerhand voorbij te gaan. Hier staan dus op de kant nog een vijftal wrakken. Die niet meer gebruikt worden. En nog één of twee vissersboten die nog in goede staat zijn. Het Schottengat lag vroeger vol met wrakken. De meeste wrakken lagen tegen de kant aan. En in de jaren 80 hebben de havenautoriteiten besloten om die wrakken grondig op te ruimen. En toen hebben ze een hele grote drijvende kraan gehuurd. En die heeft met een grote grijper en de wrakken opgepakt en op de kant gezet. Daarmee waren de wrakken meteen kapot. En al die puinhopen die zijn weggehaald, op een enkele na. Een van die puinhopen zien we dus aan die kant, aan de overkant liggen. Een stapel houten balken van een oud schip. De historische waarde van het wrak is groot, want het is een van onze hele weinige banden met het scheepvaartverleden wat we hier op Curaçao hebben. En bovendien, als we het wrak zouden kunnen onderzoeken, kunnen we heel veel leren van de bouwwijze en misschien ontdekken we ook nog wel andere belangrijke dingen in het wrak. Yo, yo.